In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag neem ik jullie mee naar een van de mooiste liefdesverklaringen van God aan de mensheid, aan zijn volk, aan mij persoonlijk en aan jou persoonlijk. Ik neem jullie mee naar een vers die komt uit het Bijbelboek Jesaja, van de profeet Jesaja. En deze vers staat in hoofdstuk 43, en dat is vers 2. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Dat zegt hij dus in vers 2 hè, van hoofdstuk 43. Zegt Jesaja eigenlijk, hè, hij brengt de woorden van God aan ons over en hij zegt eigenlijk, God verlaat ons niet. God geeft ons hier de belofte, hij laat ons niet achter. Hij laat ons niet alleen. In die hele extreme situaties, dus in overspoelingen, in overstromingen, in water, in een situatie waarin je eigenlijk niet kan overleven, zal hij er zijn. Maar ook aan de andere kant van het spectrum, in het vuur, in ook een onleefbare situatie, in hitte die je kan verschroeien, daar zal hij je ook niet verlaten. Dus hij zegt, die situaties zullen je kunnen overkomen, dat zijn nare situaties, maar ik ben bij je. En natuurlijk bedoelt hij deze twee situaties niet in de meest letterlijke zin van het woord. Want het is echt niet zo dat je elke dag een overstroming meemaakt en elke dag een rivier tegenkomt die je moet doorwaden. Of elke dag in een vuur terechtkomt. Dat kan natuurlijk, maar het is niet een hele grote kans, tenzij je bij de brandweer zit. Dus wat zegt God hier wel? Hij zegt, ik verlaat jou niet in jouw moeilijkheden. In de moeilijkheden die je op deze wereld sowieso zal meemaken. Sowieso zal je het niet makkelijk krijgen op deze wereld, maar vertrouw erop, ik ben bij je. Dat zegt hij in vers 2. Als we dan heel even een klein stukje verder lezen naar vers 4, dan lezen we eigenlijk ook de reden waarom hij ons niet zal verlaten in deze situaties. In vers 4 staat namelijk, sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Dus hij zegt eigenlijk drie dingen over ons in vers 4. Hij zegt, u bent kostbaar in mijn ogen, u bent verheerlijkt daardoor en ik hou van u. Dus hij zegt drie dingen. En dat zijn precies de drie redenen waarom hij ons niet zou verlaten. Dus wat we in vers 2 hadden gezegd, hè, dat in al die situaties dat hij ons niet zal verlaten om deze drie redenen. Hij houdt van ons, we zijn kostbaar voor hem en hij verheerlijkt ons daardoor. Hij wil ons dicht bij zich houden. Als jij heel erg van iets houdt, dan wil je dat koesteren. Dan wil je dat dicht bij je houden. Dan wil je niet dat dat iets overkomt. Dan wil je niet dat daar iets mis mee gaat. En dat is precies waarom God zegt, ik neem die situaties niet per se weg van je. Ik neem niet dat vuur weg, dat staat er niet. Ik neem niet dat water weg, dat staat er ook niet. Wat er wel staat is, ik ben bij je. Om uiteindelijk, doordat je al die moeilijke situaties in je leven hebt meegemaakt, uiteindelijk is het doel bij God te zijn, omdat hij zoveel van je houdt. Omdat hij jou zo koestert, wil hij jou dicht bij zich hebben. Dat betekent dat je in de hemel komt, want in de hemel ben je het dichtst bij de Heer Jezus. En dat is wat het uiteindelijke doel is. Dus wat je ook meemaakt hier op aarde, hè, want de Heer Jezus heeft ons ook beloofd dat we op deze aarde sowieso verdrukkingen zullen meemaken, maar dat we daar vrede in moeten vinden. Omdat we uiteindelijk bij hem zullen zijn. Omdat het uiteindelijk ergens goed voor is geweest. En die vers staat in Johannes 16, vers 33. Staat dus, ik wil dat jullie vrede vinden in wat ik jullie net allemaal heb gezegd. Want je zult verdrukkingen meemaken. Je zult het moeilijk hebben hier op aarde. Maar daardoor zal je ook bij mij kunnen zijn. Zal je dicht bij mij kunnen zijn tot in de eeuwigheid. En dat is eigenlijk veel meer waard dan die tijdelijke verdrukkingen, die tijdelijke pijn van hier op aarde. Dus dat vuur, dat water, al die symboliek die in de Bijbel gebruikt wordt voor eigenlijk alle moeilijkheden die we meemaken, zoals je werk, misschien heb je wel familieproblemen, misschien heb je wel een ziekte. Er zijn allerlei dingen die moeilijk zijn, maar God is daar, want hij houdt van jou. Hij maakt dat je dat meemaakt, zodat je uiteindelijk dichter bij hem komt. En niet om jou te pesten. Het is niet om je te pesten, het is niet om je te plagen. Het voelt soms zo moeilijk en zo naar. Maar uiteindelijk is het voor je eigen bestwil. Dus, wat hebben we vandaag geleerd? God zal bij je zijn in je verdrukkingen. Hij zal ze niet wegnemen. Hij zal je moeilijkheden niet wegnemen per se, maar hij zal er wel voor je zijn. Hij zal bij je zijn. God houdt van je.
Hij vindt je kostbaar en hij verheerlijkt je omdat je zoveel voor hem betekent. Dus God houdt van je. En we hebben geleerd dat wat er ook gebeurt op deze aarde, dat het Gods uiteindelijke doel is, omdat hij zo van ons houdt, ons dicht bij zich te hebben. Dus wat we ook op deze aarde mee zullen maken, uiteindelijk is het voor je eigen bestwil om in de hemel te komen. Ook al is het nu zwaar en naar. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent bij een nieuwe aflevering. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.